Time to meet the quarterfinalists. Ladies and gentlemen, a New Zealand World Cup star. It's Hoops Hoopai-Puha. The winner of over 140 PDC titles worldwide, a record 16 World Series wins, ladies and gentlemen, a three-time champion of the world, Mighty Michael Michael van Gerwen staat op het podium, gaat zijn kwartfinale wedstrijd spelen en had misschien verwacht dat zijn tegenstander dan Johnny Clayton wel zou zijn. Dat is niet het geval, zoals u ziet. Hij speelt in de kwartfinale tegen Hoopai-Puha uit Nieuw-Zeeland, die er gisteren in slaagde om Clayton uit te schakelen. Deze man won met 6-2 en daarom staat Hoops hier tegenover van Gerwen. Die zelf ook niet al te best speelde gisteren, Co. Dat is een understatement. Ja. Het is de slechtste gemiddelde op een World Series ooit, volgens mij, wat ik even langs zag komen. Dus dat het moet ook beter. Ja, als hij vandaag een kans wil maken om te winnen, moet er zeker 20% bij. Hij had een gemiddelde van rond de 84 gisteren. Nou, doe er 20% bij, dan kom je zo'n beetje rond de 101 uit. Moet je nog maar afvragen of dat genoeg is. Ja, want we hebben net in de vorige wedstrijd gezien dat de beide mannen uiteindelijk op een gemiddelde van 102 en een beetje uitkwamen. Ja. En dat was voor Cullen al een stuk minder dan zijn wedstrijd gisteren. En dan was hij nog 6 punten hoger. Ja, en Puha, ja, ik moet toch zeggen, ik vond hem vrij solide speler gisteren. In zijn wedstrijd tegen Clayton. En natuurlijk, Clayton niet op zijn best. We kunnen er alles op loslaten, maar... Dat doet niets onder voor de prestatie van Puha, die echt, zoals ik al zei, solide speelde. Ja, je moet dan toch maar durven winnen uiteindelijk nog. Dat sowieso. 96. Ik bedoel, we zagen Van Gerwen gisteren in actie tegen Bailey Marsh. En iedere keer dat het spannend werd en Marsh dacht, nou, misschien kon ik nu wel eens een hele belangrijke slag gaan slaan, ging het mis. Ja, nou ja, absoluut. Maar goed, die zagen we dan... Vandaag nog wel terug, een paar keer, hè? Bij de opkomst van de spelers. Dan staat hij keurig langs het hekje. Die geniet met volle teugen nog steeds van zijn uitschakeling. Van het feit dat hij aanwezig mag zijn, ja, denk ik. Dat is dan met de correcte woorden zo uitgelegd. Maar kijk, Puha toch ook weer... die trippeltjes vindt hij gewoon. Hè? Iedere beurt één, dat is voor hem. In principe, ja, genoeg om tevreden te zijn met zijn spel. Van Gerwen niet. Wat we net al zeiden, daar moet echt wat bij. Ja, misschien zit u te kijken en denkt u, hey, maar die Puha, die ken ik toch wel ergens van. Die heb ik toch wel vaker gezien.
op een tv-toernooi. Dat kan inderdaad kloppen. Hij speelde met Nieuw-Zeeland twee keer op de World Cup. Haalde in 2019 ook daar de kwartfinale. Samen met Cody Harris, zijn koppelmaat. En hij heeft ook vorig jaar op het WK van 2021 gespeeld. Van de PDC, het WK was dat. In de eerste ronde van Mickey Mansell verloren. En tot gisteren verloor hij alle wedstrijden die hij op tv speelde. Dus gisteren was een unicum voor hem. Ja, en dan gaan we even naar de man aan de andere kant. We hoorden John McDonald net zeggen. En dat is het verschil tussen deze twee heren. 140 PDC-titels. 77. 140. Nou, dat doen. Ja, er zijn er maar weinig die hem dat nadoen. 164, ja. Het is nogal een opgave. Van Gerwen miste een kans op een 100-plus finish zo net, maar dat maakt niet uit. Via dubbel 18 gaat de eerste leg alsnog naar Nederland. In 16 darts. Er is nog een beurtje meer nodig dan wat we gewend zijn van hem, maar... Er moet ook een beetje ruimte voor verbetering overblijven. Nou, ruimte zat na gisteren. Ja, normaal gesproken het verschil tussen deze twee mannen is dat Pua één triple gooit en Van Gerwen twee eigenlijk. Overigens hebben deze mannen nog nooit tegen elkaar gespeeld. In welke hoedanigheid dan ook. Dat is misschien ook niet zo verrassend. Omdat Puha buiten de tv-toernooien die ik zo net opnoemde... weinig de oversteek maakt van Oceanië naar bijvoorbeeld Engeland. Dan zijn de eerste drie triples in hetzelfde vakje voor Vergerwen. Hij neemt het voortouw in deze lek. Goed toe hij begonnen. Netjes wegzetten. Daar staat Pua weer op 164. De vorige lek ging het al bij de eerste dag mis. Deze lek ook. Hij krijgt hem ook niet al te best weggezet. En dus heeft Van Gerwen ruimte om ook meteen een break te gaan plaatsen. Dit is dubbel 20 moet dat gebeuren. Nog niet, hij mag misschien nog terugkomen. Dat hangt af van Puha en wat de Nieuw-Zeelander met 106 gaat doen. Daar zal hij in ieder geval een triple voor moeten gooien. Een triple 18 dan gewenst op dit moment. Nou ja, triple 20 mag ook. Ja, hij dacht een goede marker. Kan ik gebruiken. Ja, als je ook al in 6 beurten niet uit bent. Vergeven mag weer aanleggen voor een 16 darts. Nee. Ook hij gaat niet uit. Ja, dat was gisteren ook al een beetje het probleem hè, bij Van Gerwen. Dubbels. Ja, moet je afvragen of het allemaal zoveel beter is. Het zag er wat beter uit, maar... Dubbel 18. Voor 1-1. Wordt het. Gaat het weer zo'n worstelpartij als gisteren worden. Laatste leg was geweldig trouwens, voor Van Gerwen. Die was gewoon goed. Ja, als het echt moet, echt moest. Ja. 83. En laten we eerlijk zijn, hij wint de World Masters. Dus ja, van die blessure zal hij niet zo heel veel last meer hebben, lijkt me.
Nu wel twee beurten met twee triples. Ja, de matchplay was inderdaad het toernooi waarop Van Gerwen liet zien dat het met de gezondheid allemaal wel in orde is. Hij won dat toernooi toch wel op knappe wijze. 340 op rij, hoor. Dit is wat we graag zien. Ja, hier moet Poha echt afhaken. Niet zo heel onbegrijpelijk. Dubbels, daar is nog wel ruimte voor verbetering. Goed, het is een lange dag, hè? Als het goed is. Voor Van Gerwen. Dus, dat zal hij inderdaad het liefst hebben. Maar goed, hij is dat natuurlijk hij is gewend. Dit baart wel zorgen. Ik denk nog niet heel veel aan de hand met 152 voor Poha. Ik heb tot twee keer een kans gekregen op 164. Nou, dat ging met de eerste dart al schip in. Nou, vooralsnog heeft Van Gerwen 10 pijlen richting een dubbel gegooid. En daarvan ging er 1 in. Ja. En gisteren was dat niet veel beter, denk ik. Gemiddelde of finishpercentage. Kunnen we allemaal opzoeken. Ja, hij is nog niet uit, hoor. We hebben de tijd om het op te zoeken. Hij kan nu zelfs gebroken worden door Poha. Die toch echt een straatlengte achter stond in deze leg. Gerwen op 81 stond Poha 352. Die mag nou een dubbel gooien zo. Dubbel 16. Twee pijlen voor. Maar die neemt ook gewoon deel aan het feest van de gemiste dubbels. Van Gerwen die de kans had om een 11 darts finish te gooien, maakt hem in 20 uit. Gisteren was Van Gerwen 6 uit 22, een percentage van 27,3. Nu staat hij 2 uit 13 of 14 op dit moment. Is in die buurt. Ja, 14% staat het. Ja. Ja. Hij is er wel even klaar mee. Even een klein brulletje van de Nederlander. Die inderdaad ook op zijn gemiddelde ongeveer op het niveau van gisteren zit. Ja, dat gemiddelde komt puur door de gemiste dubbels. Want de eerste 9 darts is best behoorlijk. 117,70. Daar is weinig mis mee. Dat schroeft hij nog een beetje op. Het is de 37e keer dat Van Gerwen aan een World Series toernooi meedoet. Hij won er al 16. Gaat hier in Townsville dus op voor zijn 17e toernooizegen. Ja, Van den Berg ging voor zijn derde op rij. Dat is ook jammerlijk mislukt. Voor hem dan. Inderdaad, Van den Berg won in Amsterdam eind juni. En 2 weken daarvoor ook in Kopenhagen. De allereerste World Series toernooi van dit jaar werd in New York gespeeld. En daar was Michael Smith de winnaar. Nou, Poha maar weer eens op een hoge finish. Is het geen 164 of 152, dan is het 167. Die heeft niet de vorm van gisteren te pakken, hoor. 95. Nou, krijgen we de eerste leg binnen 15 darts. Hebben we. En een break. En in principe eigenlijk 2 breaks, hè. Hij wil echt wel, hoor.
In principe zijn het twee breaks, Guy. Ja. Dan mag de wedstrijd ook beginnen. Dus. Ja, Vergerwe is getergd en waarschijnlijk ook een beetje geërgerd. Dat het na gisteren ook vandaag niet echt wil lukken. Hij zei gisteren wel dat hij nog een beetje last had van de jetlag. Maar zei er ook meteen achteraan, dat is natuurlijk geen excuus. Ik moet beter spelen. Maar die reis hier naartoe heeft hem dus wel parten gespeeld. Ja, maar ik denk dan ook bij mezelf. Je hebt in het verleden ongetwijfeld, voordat je de grote darster was, ook wel eens s'nachts om 5 uur wedstrijden gaan spelen. En morgens om 8 uur wedstrijden gaan spelen. Ja, dus tijdstip op die speel zou niet zoveel uit moeten maken. Dan. En dan ben je ook vermoeid door s'nachts om 5 uur. Nou ja, hij zei het ook. Het is geen excuus. Het mag niet uitmaken. Maar hij benoemde het wel. Ja. Nee, ja, je bent zoekende. Je denkt, ja, het moet ergens aan liggen. Want ik kan dat. Hij zei in het Engels bij onze collega's ter plaatse dat het shocking was wat hij liet zien. 16. 12 pijl op 80. Poeh, we hebben een betere lek, maar ja, heb je er wat om? Nou, hij zet het toch wel even netjes weg. En dan hangt het toch van Vergerwe af. En wat hij met 80 doet, krijgt wel 2 pijlen voor dubbel 10. Ja. Als het moet, dat zagen we gisteren ook. Wanneer het moet, dan doet hij het. Een hele fijne 80 finish voor onze landgenoot. Het is toch ook een kwaliteit, hoor, die, wanneer je niet op je best speelt, om dan toch op de belangrijke momenten de goede dingen te doen. Dat is ook een kwaliteit. Poeha begint ook wat beter in te komen. Maar ja, zo ook van Gerwe. Die begint toch echt serieus goed te scoren. Heeft zijn gemiddelde opgekrikt naar iets boven de 92. Terwijl Poeha op 88 zit. Ja, kijk die legs. De eerste 3 legs, ja, dat was eigenlijk best wel minder. Ja, dan komen ze ook binnen de 15. 77. Ja, moet je oppassen, want als Vergerwe het eenmaal vindt. Dan ben je aan de beurt. Nou ja, jij kan daarover meepraten, Ko. Jij hebt natuurlijk ook nog wel eens tegen Vergerwe gegooid in officiële wedstrijden. Ja, en ook niet-officiële wedstrijden. Ja. En in officiële wedstrijden heb je toch een aardig record tegen hem staan. Ja, maar dan moeten we ook eerlijk in zijn dat dat in een periode was dat hij niet op zijn allerbest was. Nee, toen zat hij net bij de PDC. Ja, daar heeft hij toch wel een paar jaar echt de moeite gehad om... om de goede vorm te vinden, maar daar maakte ik dankbaar gebruik van. Zo was je dan wel weer. Dat dan wel. Ja. Volgens de gegevens die ons beschikbaar worden gesteld, heb jij in 2013 op een UK Open qualifier voor de laatste keer tegen hem gespeeld. Toen won Vergerwe met 6-2, dat dan wel. Dat zou goed kunnen. Dat was ook vlak voordat ik er de brui aan gaf. Ik kan me nog kwalificatiewedstrijd herinneren voor het EK. Dat had PDC vroeger nog. Die won ik van. Maar voor de rest, ik onthoud dat soort dingen nooit zo heel erg. Weet je, wat achter me ligt, ligt achter me. Poeha staat weer eens op zo'n finish, hè, van 161. En dan weten we dat de eerste dart niet raak gaat. Dat is een beetje wat er gebeurt in deze wedstrijd met hem. Zet hem wel op 97 weg. Vergerwe op 104 om met 5-1 voor te komen en de wedstrijd eigenlijk wel te beslissen. Zit hij in de triple 16? Ja, die zat zeker in de triple 16. Ja, ja. En als hij dan ook top schooit, noteren we een 100 plus finish en de beslissing in deze wedstrijd. Ja, daar lijkt hij wel op. Wel opmerkelijk dat we in de eerste 6 legs van deze wedstrijd nog geen 180er hebben gezien. En dat is natuurlijk vooral opmerkelijk omdat Vergerwe er dus ook geen gegooid heeft. Nee, die gozer is toch meestal wel... 1 finish van boven de 100 zojuist gegooid door Vergerwe, 104. En dat, dat is dan een hoogtepunt van deze wedstrijd. En alhoewel het niveau echt serieus omhoog gaat hoor, bij Vergerwe, dat
Dat kun je wel zien. Het is beter dan gisteren, maar nog altijd niet zoals het gewend zijn. Waar hij wil zijn. Nee. Maar goed, als je deze wedstrijd binnen hebt, ja, dan heb je een goede twee uur. Om jezelf. Nou, nee, die is niet helemaal. Anderhalf uur ongeveer om jezelf voor te bereiden voor die halve finale die er dan aankomt. Tegen Cullen. Maar dan zal er echt serieus wat bij moeten. Ja, we hebben Cullen twee keer gezien dit toernooi. Gisteren 108 gemiddeld en zo net 102 gemiddeld. En in beide wedstrijden buiten de gemiddelden, dus die zeggen natuurlijk wel iets, maar niet alles. Gewoon uitstekend gespeeld. Ja, zeker. Ja, Poewaars dribbelt nog wel tegen. 19. Maar ja, in mijn beleving gaat die Van Gerwen nooit drie keer breken. Dat zou mij hoogst verbazen. Maar darts is een gek spelletje. En het zou kunnen dat hij in deze leg de kans gaat krijgen. Dan moet Van Gerwen 156 niet uitgooien. Dat doet hij ook niet. Poewaar terugkomen op 86. Triple 18. Laten we daar maar eens mee beginnen. Dat is niet gelukt. 74 over. Triple 14 of blijf op die triple 18. Je bent daar toch. Hij gaat toch naar de 14 volgens mij. Dubbel 16. Ja, hij gooit die triple 14 dan, maar je zit toch al daar bij die triple 18, weet je. Je hebt een marker. Ja, we gaan naar tops voor de wedstrijd. We zagen al 104. Hij doet er een 111 bij. En dat is genoeg voor de Nederlander om Haupai Puha te verslaan. De Nieuw-Zeelander won gisteren van Johnny Clayton. Maar dat zal het hoogtepunt voor hem van dit toernooi blijven. Want Van Gerwen gaat door naar de halve finale. En die gaan we straks terugzien tegen Joe Cullen.